De vakcentrale C47 en haar leden gaan op 2 en 3 mei in actie. Het besluit is vandaag genomen bij een assemblée van de arbeid op het hoofdkwartier van de vakorganisatie aan de Johan Adolf Bengelstraat. De actie is een protest op de verhoogde stroomtarieven. Voorzitter Robbie Berendsteyn stelt dat het van de beleidsmakers afhangt als de acties na 3 mei worden opgeschort. Nawang boom. Oproep, ja, voor Jari, een actiemodel DC, wat de C47 betreft, in stemming. En sowieso onwaarschijnlijk emotioneel, Dino, omdat het de harde realiteit is. Toch? We worden geschoffeerd. En dat kunnen we niet zo door blijven accepteren. Dat kunnen wij niet zo door blijven accepteren. Dus, wat er aan het actiemodel wordt toegevoegd, is dat er, als er geen duidelijkheid is binnen die 2 stakingsdagen, dagen waarop we thuis blijven, gaan we gewoon door met de actie. Berendsteyn zegt verder dat er gebruik gemaakt zal worden van sociale media in de verdere mobilisatie van de verschillende bonden. Dino Sopraien, vakbondsvoorzitter bij het NIMOS, benadrukt dat de acties zullen worden voortgezet totdat de stroomtarieven zijn teruggedraaid. Samen met vooral meestal de Amerikanen van Taki en dat de man in de lastigste in de Amerikanen. We gaan dit moeten doordrukken. Als we kijken wat er in het land gebeurt, doet het je toch wat. Hoe zie je dat Bradana en Sapoen in de zorgsector allemaal moet hem staan voor die salaris. Hoe zie je dat Bradana en Sapoen onderwijs allemaal moet hem staan. Nou, minister, ook op een lekking uit dat in omschakteren tegen in actie. Je ziet dat de vakbeweging wordt geschoffeerd door deze man. En mij vind ik dat op de day to day in de man takkie op die man deadline op de man komt dat we doen aan de door op. Want we kunnen deze mannen niet de ruimte geven. We zijn te lang bezig. Sopraien zegt dat de totale vakbeweging te veel geduld heeft opgebracht en steeds aan het lijntje is gehouden.